Dit is Business Club Radio. Voor ICT Valley en Food Valley. Voor ondernemers en bestuurders. En vanavond een verhaal over ICT Valley en Scene Picker uit Ede. Goedenavond dames en heren, een aparte uitzending deze keer van Business Club Radio, waar we normaal één ondernemer hebben en zijn passie en verhaal horen. Maar vanavond hebben we een heel stel. We hebben een special over de werking van ICT Valley in de praktijk. En we krijgen een heel relaas over ICT Valley, ICT Campus, RCA 12, het idee van idee tot een start-up en hoe dat nou verder verloopt in de praktijk. En we krijgen achter elkaar de verschillende betrokkenen. En als eerste zit achter de microfoon Gerrit Valkenburg. Gerrit, hallo. Ja, goeie avond. Ja, Jan. Precies. Gerrit, jij vertegenwoordigt ICT Valley. Ja. Kun jij eens uitleggen, wat is ICT Valley en wat doen je? Ja, ICT Valley is een stichting die gevestigd is in Veenendaal en opereert in de regio Food Valley. Ook vanuit die Food Valley gedachte is de stichting opgericht. Iedere gemeente binnen de Food Valley, zoals we weten, zijn dat 8 gemeentes. Pakt iedere gemeente een specialisme op voor de hele regio. En in Veenendaal is dat het ICT-thema. Daar zijn ze opgekomen omdat het heel veel IT-bedrijven in Veenendaal en ook in Ede, vlakbij Veenendaal, zijn gevestigd. Maar ook dat enorm veel mensen uit Veenendaal in de ICT-branche werkzaam zijn. En dus dat thema werd opgepakt binnen de regio. En de kernwoorden waar het mee begon was kennis maken, kennis delen en samenwerken. En om op die manier een ecosysteem te gaan bouwen waar de drie O's, de onderwijs, overheid en de ondernemers, meer en beter in samenwerken. En dat alles om de ICT-bedrijven, die maken meestal alle dingen zelf al voor elkaar, behalve dingen die je alleen met een groep kan regelen of samen met het onderwijs kan regelen. Dus daar is ook de stichting voor bedoeld, om dingen voor elkaar te maken die je als individueel bedrijf niet geregeld krijgt. En heel veel van die dingen zitten op het onderwijs-arbeidsmarktvlak. Dus het ontwikkelen van nieuwe ICT-opleidingen, zodat we samen met de CAE aan het doen zijn. En heel veel van de leden van de stichting ICT Valley, om onderwijs inhoud te geven en ook optimaal te houden qua kennisniveau. Maar ook wordt er ons de Game Battle georganiseerd, waarbij studenten worden verleid om later in de techniek of ICT een opleiding te gaan volgen. We houden kennis-events zoals het Privacy Security Event om IT-bedrijven, maar ook het MKB, aan te scherpen op de wetgeving die eraan komt. We leveren een bijdrage aan de ICT Campus in Veenendaal, een separaat project waar Jan Langdijk straks wat meer over zal vertellen. En een bijdrage aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om die alsnog in de ICT-branche aan het werk te krijgen, omdat de branche heeft een enorme krapte. Er zit veel groei in. Dus daar moet de maatschappij gebruik van maken. Iets heel moois wat er dit jaar voor het eerst aankomt zijn de Food Valley ICT Awards. Die zijn op 28 mei. Daar komt eigenlijk bijna alles samen wat we aan het doen zijn. Wordt gepresenteerd. En we gaan 4 winnaars krijgen. De Startup van het jaar, de Crossover Project van het jaar, Services Management Company van het jaar en de Software Company van het jaar. 28 mei, onthouden. We gaan daar straks nog eventjes wat meer over horen. Dankjewel voor zover. En we gaan als eerste luisteren naar Giorgio Morodo met Philip Oakley en Together in Electric Dreams.